Welkom bij weer een nieuwe koffiebreek video. Vandaag heb ik wederom een korte video voor jullie met een kerstkaart. Ik heb deze kerstkaart gemaakt en die heb ik gemaakt met de Gelpress Petites. Jelly Arch heeft ook dezelfde mini gel plates en die heb ik hiervoor gebruikt. Ik heb mijn 5x7 inch gel plate naast mij neergelegd. Die ga ik gebruiken als palet. Daar ga ik de kleuren op aanmengen. Ik heb mijn kleine petit gel plate. Dat is deze. Ik heb de rechthoek die ik vandaag ga gebruiken. Die heb ik even op een stempelblokje gedaan. Is wat makkelijker, wat handzamer. En er zit ook nog een ovaal in. Die zou je ook kunnen gebruiken. En in deze set zit ook nog een hexagon. Zou je in principe ook kunnen gebruiken. De ovaal zou ik hier ook heel mooi voor vinden. En de rechthoek, die vind ik toch wel beide het mooiste voor dit soort kaartjes. Heel simpel te maken. De sneeuw heb ik gemaakt met, en ik zal hem even van dichterbij laten zien. Jullie kunnen de structuur zien. De sneeuw heb ik gemaakt met een Nuvo krekelmoes. Ik heb dat in een vorige video al wel eens voorgedaan. Hoe je sneeuw kunt maken op een kerstkaart. Alles wat ik vandaag gebruikt heb, ga ik vermelden onder in de beschrijving van deze video. Kun je het allemaal terugvinden. Nou, we gaan aan de slag. Ik ga laten zien hoe je dit kunt maken. Als ik op mijn gelplate print, mijn grote gelplate, ik gebruik altijd Amsterdam acrylverf. Nou, dat heb je in grotere tubes. Dat heb ik alleen van de kleuren die ik heel veel gebruik. Die heb ik in grotere tubes. Voor de rest heb ik allemaal van dit soort kleine tubes en dat is de 20 milliliter. Groot genoeg zitten heel veel verf best wel in. Die kun je in ieder geval gebruiken voor je gelplate. Je bent niet zo heel veel verf nodig. Dus wil je een goede verf aanschaffen, begin eens met die kleine tubetjes. Je kunt later altijd nog grotere tubes gaan aanschaffen. Ik heb hier een mastencil van Craft Emotions. Een hele oude. Ik zal kijken of ik er nog linkjes naar kan plaatsen. Maar het maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om het idee. Ik wil eerst wat sterretjes gaan aanbrengen. En dit is koperkleurige verf. Ik ga de verf aanbrengen op mijn gelplate. Ik leg mijn mastencil erop, zoals ik hem eigenlijk hebben wil. Ik druk hem even stevig aan, dat er geen verf onderdoor kan lopen. Ik gebruik nu een make-up sponsje. Dit gaat hard worden op een gegeven moment. Knip je gewoon heel eenvoudig het bovenste gedeelte eraf. Kun je de rest nog weer prima gebruiken. Nou, ik ga wat van die verf in mijn sponsje werken. En met een deppende beweging breng ik wat verf aan door het mastencil heen. En ik gebruik nu sterretjes. Je zou ook cirkeltjes kunnen gebruiken. Eigenlijk maar wat jij in huis hebt qua mastencils. Wat weer past bij de kerst in dit geval. Maar je kunt dit natuurlijk ook prima toepassen voor een andere kaart. Dan pas je de kleuren wat aan, je past het mastencil wat aan. Een egaal laagje verf breng je aan. Nou, je gaat voorzichtig het mastencil verwijderen. Maak het gelijk even schoon. Dit moet even drogen. Ja, het ligt er een beetje aan hoe warm jouw kamer is waar jij in werkt. Hoe warmer jouw ruimte is, des te sneller het drogen zal. Het is maar een heel dun laagje wat hier is aangebracht, dus het is vrij snel droog. In de tussentijd kun je dus het mastencil even schoonmaken. Nou, als dan die sterretjes droog zijn, dan kun je er een gekleurd laagje overheen gaan doen. Ik kies daarvoor twee kleuren groen die ik mooi vind, dat ik echt vind passen bij de kerst. Het is een olijfgroen licht en een olijfgroen donker. Ik heb van beide een klein beetje op mijn palet aangebracht. Ik ga mijn kleine breien gebruiken. Dit is een breien van Range. Die voor mij is al heel oud. Je kunt er echt ontzettend lang mee doen. Is die rol stuk, kun je zelfs die rol nog gaan vervangen. Ik ga een beetje een ombre effect maken. En ik ga eerst wat van die lichte verf oppakken. En daarom werk ik op mijn paletje. Ik moet echt wat van die verf gaan uitrollen. Er moet niet te veel verf aan mijn rollen zitten. Het is maar een heel kleine gelplate waar jij op werkt. Je hebt al snel dus heel veel verf op je roller. Nou, ik ga een soort van ombre effect maken. Dat rol ik dus uit op dat paletje.
Dit formaat is daar prima geschikt voor. Alle verf wat hier straks nog op zit, dat haal ik er straks af. Zonder om zomaar weg te doen. Maar ik heb twee kleuren aangebracht op mijn breien. En ik ga nu een klein beetje van die verf aanbrengen. Het is echt maar een heel licht laagje wat je aanbrengt. Nou, ik pak nu papier. Ik heb correspondentiekaartjes van de HEMA die ik hiervoor gebruik. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welk papier jij gebruikt. Nou, doordat jij het op een stempelblokje hebt, kun je het vastpakken. Je kunt het ondersteboven doen. En je kunt het als het ware nu gaan stempelen. Dus net als dat jij een stempel zou hebben. Ik kan zien waar ik hem neerzet. Ik wil hem ongeveer gecentreerd hebben. Dus ik zet hem erop. Ik druk hem even aan. Je kunt het nog gaan omdraaien. Het papier dat blijft meestal wel plakken. Je drukt het nog even voorzichtig aan. Dat het papier goed contact kan maken met jouw mini gelplaat. Nou, je haalt het eraf en je hebt een afdrukje gemaakt. De sterretjes die liggen er nu bovenop, maar toch hebben ze een klein beetje gemengd met de verf. Is niet erg. Ik heb koperkleurige verf gebruikt, dus er zit iets een glansje in. Het is moeilijk te zien op camera, maar er zit echt iets een glansje in. Vind ik heel mooi voor de kerst. Nou, wat ik nu nog even wil gaan doen, ik pak mijn fineliner, mijn Pigma micropen, waarmee ik ook mijn doodles allemaal maak. En ik wil hier omheen gaan doodelen als het ware. En dat ga ik op een hele losse manier doen. Dit kan ik rustig nog even laten liggen. Een hele slordige manier ga ik er even omheen. Nou, je zou nog een soort van zigzagje kunnen maken. Nou, de verf is heel snel gedroogd. Nou, je kunt dan de kerstboom gaan stempelen. Ik heb een hele mooie stempel van Nelly Snelle gebruikt. Een hele goedkope stempel overigens ook. Ik vind het een hele mooie kerstboom. Ik heb wat sneeuw aangebracht onder de kerstboom. En je kunt het gewoon afwerken zoals jij het wil. Ik heb hier nu de rechthoek gebruikt. Maar je kunt dus ook het ovaal kun je hier ook prima voor gebruiken. En op die manier maak jij ook hele leuke kerstkaartjes. Je zou het ook voor een ATC-kaart kunnen gebruiken. Deze gel petits die hebben echt een perfect formaat voor een ATC-kaartje. Dus je zou dit ook met een ATC-kaartje kunnen doen. De verf die ik hier nu nog op heb liggen, die rol ik gewoon even uit met mijn breier. Dat er een beetje een egaal laagje ontstaat. Ik pak een stukje papier. En ik haal al het verf wat er dan nog op zit. Haal ik van mijn gelplaat af. Nou, dit papier zou je kunnen gebruiken om collages te maken. Kun je van alles mee doen. Mijn breien maak ik ook nog even schoon. Ik rol er gewoon eventjes overheen dat hij weer prima schoon is. En op deze manier maak je jouw mini gelplaat ook weer schoon. Na die tijd even met een babydoekje eroverheen en jij kunt jouw gelplaats weer opruimen. Nou, ik hoop dat ik jullie weer een ideetje heb aangedragen. Ik ga wel wat foto's plaatsen van kaarten die helemaal klaar zijn aan het einde van deze video. Ik ga wat verschillende kaarten maken en maak het gewoon zoals jij het wil. Ik heb een kerstboompje gebruikt, maar misschien heb jij wel een andere leuke kerststempel die jij wil gebruiken. Ga jezelf uitleven. Ga jezelf ook uitdagen om daar jouw draai aan te gaan geven. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval weer inspiratie heb gegeven om zelf ook lekker aan de slag te gaan. Leuke, snelle kerstkaarten die wel mooi zijn. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie snel terug bij een volgende video. Abonneer je ook vooral op mijn YouTube kanaal om geen enkele video meer te missen. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel. Doeg!